trying hard to be underestimated by the strong kind. Ik ben Nozizwe Dubé, ik ben 21 jaar. Ik ben student rechten en daarnaast ben ik ook voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Feminisme voor alle vrouwen. Ik noem mezelf graag een intersectioneel feminist, omdat ik wil vechten voor de rechten van alle vrouwen wereldwijd. Iedereen was bezig van misschien gaat Hillary Clinton president worden van de Verenigde Staten van Amerika en dat zou een goede zaak zijn voor alle vrouwen. Maar eigenlijk vond ik dat niet zozeer waar, want Hillary Clinton zou als vrouw inderdaad één glazen plafond hebben doorbroken, maar op het einde van de dag moeten sommige zwarte of moslimvrouwen misschien twee of drie glazen plafonds doorbreken. Tijd voor een debat over ons koloniale verleden. Ik denk dat we ons soms vaker toch wel moeten afvragen wat we gaan doen met standbeelden van bijvoorbeeld Leopold II, die hem heel hard verheerlijken. Ik vind dat soms wel een beetje vreemd, omdat we niet zozeer dezelfde houding hebben ten opzichte van standbeelden van Hitler bijvoorbeeld, terwijl Leopold II ook wel heel veel mensen heeft vermoord. Dus ik denk dat het wel een goed idee zal zijn om dat debat veel vaker te voeren en ons af te vragen wat we daarmee zullen doen. Migranten worden gedwongen om vechters te zijn. Natuurlijk vind ik het wel een goede houding om te hebben om een vechter te kunnen zijn, maar soms is het gewoon onrechtvaardig. Ik heb het soms ook wel meegemaakt als je op school zit, dat je soms wel vaker gewoon twee keer harder, zo hard als je klasgenoten moet werken. En dat wordt wel vermoeiend op den duur. Mijn mama zie ik ook soms heel hard vechten om gewoon alledaagse dingen te kunnen doen. En dat is op het einde van de dag eigenlijk niet rechtvaardig.